Dit is een andere mini Countryman die we hebben binnengekregen. Hele mooie Moonwalk Way kleur uit 2019 met 43.500 kilometer op de teller. Nou, ik laat hem jullie even helemaal zien van buiten en van binnen. En zoals je zo al kunt zien, hij heeft een hele mooie LED-verlichting met zenuwverlichting in de voorkant. En dan zie je hier ook meteen de voorparkeersensoren. Dus dat betekent ook dat je automatisch kan inparkeren. Nou, ik stap even in en laat ik jullie de binnenkant zien. Jullie zagen net al de keyless entry, dat heeft deze minibus super handig, want je hoeft de sleutel kan je gewoon in je tas laten of in je jas laten zitten. Eén druk op de knop. U bent verbonden met Mini Service Centrale. Nou, die leg ik even af. Hij heeft ook een hele mooie grijze lakafwerking van binnen. En hele mooie stoffen nette bekleding. En wat daar het hele fijne aan is, hij heeft ook stoelverwarming en je merkt gewoon dat hij heel snel opwarmt. Nou, dan gaan we ook hier even verder. Hier zie je al de stoelvorm. Die staat nu al lekker aan. En lekker hoge temperatuur. Je ziet ook dat de mini lettering dan meteen meebeweegt. Dat is een leuke optie. Het is een automatische airco, dus twee zones. Dus je kan deze kant apart instellen dan de rijderskant. Even kijken het schermpje. Hij heeft ook een navigatiesysteem. Laat ik jullie even zien. Dat is hier te zien. Hij heeft Bluetooth. Je kunt hem dus lekker koppelen met je telefoon. Dat je ook je Spotify-lijst kunt beluisteren. En hij heeft ook een botswaarschuwing. Dat zie je aan deze kant. Dan kan je dus instellen hoe snel dat hij moet reageren op de voorganger. Hier heeft hij verder nog airco. De stoelverwarming, dus dit zijn de parkeersensoren voor, dus hij kan automatisch inparkeren. Hij heeft een start-stop systeem, dus daarmee start je hem en je stopt hem, dus je kunt de sleutel kun je gewoon hierin laten liggen. En hij heeft een sportstand en een greenstand. Dat wil zeggen, als ik daarop druk, dat hij iets krachtiger stuurt en iets krachtiger op het pedaal reageert. En de groene stand wil zeggen dat hij, dit is de tussenstand, de normale. En de groene stand, dan rij je eigenlijk extra zuinig. Nou, je kunt het schermpje bedienen middels deze knop hier. En hij heeft ook een automatische handrem. Dit is de middenarmsteun, daar kun je nog wat spulletjes opbergen. En hij heeft een multifunctioneel stuurwiel. Dat is ook wel heel handig, want hier kun je de telefoon opnemen. Het geluid bedienen, verder teruggaan in je Spotify of de radio. En hier heeft hij een cruise control en een limietknop. Dus dat heeft hij allebei. Hier kan je dus de kilometer zien. Dus dat is digitaal en op dit schermpje bij de boordcomputer. En je kan hier ook even doorheen gaan. Dan zie je hoeveel je nog kunt rijden. En aan deze kant heeft hij automatische verlichting. Dan staat hij nu op, je hoeft daar nooit aan te denken. Hier zie je de leuke mini LED kleur. Die is op verschillende plekken te zien in de auto. Ook hier zo aan de binnenzijde. En die kan je middels deze knop kun je die veranderen naar elke kleur die je maar wilt. Nou, dat zijn even de belangrijkste opties aan de binnenkant. Ik laat jullie ook nog even de ruimte zien aan de achterkant, want de Countryman staat bekend om zijn grote ruimte. Dus daar gaan we nu even naartoe. Ja. Nou, dit is de achterbank. Zoals je hier al kunt zien, heeft hij ook Isofix. Dus je kunt heel makkelijk een kinderstoeltje plaatsen. Drie stoelen. En ik ga even zelf plaatsnemen, want dan kun je de ruimte goed zien. Ik heb deze net ingesteld. Ik ben zelf 1,76. En ik heb nog echt genoeg ruimte. Dus je kunt hier echt heerlijk vertoeven. Een aantal uurtjes. Nou, hier bij de kofferruimte. Dat is echt een hele mooie ruimte. En je kunt hier dus nog dieper keren door de achterbank plat te leggen. Dat kan ook afzonderlijk van elkaar. En hij heeft hier nog een geheim bakje. Ja. Nou, dat is de Mini. Hij kost 22.990 euro. Of je kunt hem natuurlijk financieren. Heb je daar interesse in? Stuur ons even een berichtje. Dan
maken wij een persoonlijke offerte voor jou. De Mini wordt afgeleverd, inclusief afleverbeurt. En er zit nog garantie op fabrieksgarantie tot 2022. En je kunt hem dus naar elke Mini garage, Mini dealer brengen bij jou in de buurt. Dus dat is wel super handig. Nou, heb je interesse? Laat het ons even weten.